Ja, ik had hem om. Ik had hem om. Ja. Om. Ik denk, ik doe die sjaal om van Emmen. En dat brengt waarschijnlijk geluk. Nou, en kijk eventjes, jongens. Ja, en wat is er gebeurd? Nou. Pas geleden zei ik het nog. Ik had eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in, eigenlijk. Ik denk, dat gaat niet goed komen met Emmen. Maar, hé, zie vandaag even. Dit is toch werkelijk ongelooflijk wat daar gebeurt. Dit is gewoon een wonder. Dit is absoluut een wonder. En als dit zo doorgaat, en Emmen gaat nog, stel je voor dat Emmen het nog gaat redden. Stel je dat nou eens voor. Dat is al helemaal echt een wonder. En weet je wat er dan moet gebeuren met Emmen? En wat jullie moeten gaan doen in Emmen? Hé, jongens. Dan moet je een bedevaartsoord worden. Dan moeten jullie gewoon, net als Lourdes, moeten jullie een bedevaartsplaats worden. Dat worden jullie gewoon. Want ja, waar zijn er nog wonderen in de wereld? Ja, daar in Lourdes en noem maar op. Maar nu ook kennelijk in Emmen. Emmen wordt gewoon een hele speciale plaats. En jullie gaan kaarsjes verkopen. Ja, en jullie gaan speciaal emmerwater gaan jullie ook verkopen. En jullie gaan beeldjes verkopen van Lukien. En ja, en hangertjes. Maar ook met de afbeelding van Lukien erop. Dat gaan jullie allemaal doen. Oh, dat emmer. Jongens in Emmen. Hey, gefeliciteerd.